Waarom viool, man? Ja, als ik de eerste keer het script gekregen heb, dan vond ik het al direct heel intrigerend. Er waren een aantal zaken die ik eigenlijk wel heel wijs ging vinden om uit te proberen. Dat was dan vooral de transformatie van Vioolman, van gerespecteerd zakenman naar verlepte clochard. Daar ging dan heel wat voorbereiding aan vooraf, zodat we toch naar de film toe omgekeerd hebben moeten werken. Want anders moest ik nog veel langer prutsen en mijn haar en baard laten staan. Dus eerst dan de clochard-scènes opnemen en dan de make-over doen. Alles afscheren, baard afscheren, bril opzetten om er totaal anders te gaan uitzien. En waarom Vioolman nog? Wel, omdat met Robbie werken altijd heel plezant is voor mij. We kennen elkaar al zoveel jaren als collega's. En dan, als we in onze hobby-habitat zitten, is dat toch ook een keer heel interessant om de andere aspecten van elkaar tegen te komen. Niet alleen professioneel. Het is altijd heel wijs om die sfeer op de set mee te maken. Ik speel ook al 38 jaar theater. En de verschillen tussen theater en film zijn zodanig groot. En toch zou ik ze geen van beiden willen missen.